Ja. Ja, werd dus eigenlijk door die zusters opgenomen nog voordat die koelorde bestond. Want hij was eigenlijk, hij had epileptische aanvallen en was wees op dat moment. Hij is geboren als Ewart Vrijens. Familie Vrijens komen oorspronkelijk uit de buurt van Cannes. In die tijd was de gezondheidszorg dus echt in een primitief stadium. Zoals ik al zei, dus de broeder en monseigneur Savenberg stonden eigenlijk aan de basis van de zorg hier in deze streek. De zwakzinnige zorg, de zorg voor ouderen, de zorg voor zieken, de zorg voor ontheemden. En op een gegeven moment kwam hier in Heerlen de zaken in stroomversnelling. Door de groei van de mijnbouw. Dat ging heel snel. We zien hier de bevolking. 1900 nog arbeidsvestig, 66.000 inwoners. 1920 al 33.000. Ja, dat vraagt natuurlijk veel van een eenvoudige huisarts als dokter De Wever, die hier in 1897 naartoe kwam. Die werd ook nog eens te werk gesteld bij de mijn Oranje Nassau 1 in dit geval. En uiteindelijk was er toch meer nodig dan een huisarts die alleen maar paard en wagen had en had een auto. Savenberg heeft dus uiteindelijk met De Wever het initiatief genomen voor de oprichting van het ziekenhuis. Eerst heette dat Maria Hilfspitaal. Later is het Joodse ziekenhuis, tegenwoordig is dat het Atrium. Dat is dan het Joodse ziekenhuis aan de Putgraaf. Dus het was eigenlijk een tamelijk kerkelijk gebied ook. Hier het klooster, wat voorheen van de Carmelitessen was. Overgenomen, de Carmelitessen gingen aan die kant zitten, waar nou de Lucius-hof is. Een ziekenhuis, later missionair centrum nog. Dus eigenlijk Heerlen had toch als pil de religieuze, met name dan in de zorg. Het een en ander is het later geprofessionaliseerd. Maar broeder Aloysius ging eigenlijk zo zijn eigen weg langs die officiële zorg en hij had ook daar redelijk succes mee. Want er zijn verhalen bekend van mensen die vanuit het noorden van het land hier naartoe kwamen en de huisarts of de specialist voorbij liepen direct naar broer Aloysius. Zo hadden we ook dat mijn oma zei dat hij eigenlijk nooit naar een dokter ging. Is er eigenlijk ook nooit geweest, voor zover ik dat kan geloven. Maar ging altijd naar broer Aloysius. Ze hebben ook, en dat is natuurlijk ook interessant, de landgraaf aan de markt gewoond. Eigenlijk typisch, want in dat huis, dat witte huis, daarboven woonde de familie Vrijens, man, vrouw en 10 kinderen. 10? Ja, 10 kinderen. En de moeder van Aloysius, die was al bezig met kruiden. Hielp ook een aantal mensen, had dus ook wat kennis van kruiden. En die kennis is dus eigenlijk de motor geweest achter broeder Aloysius. Broeder Aloysius werd zelf ook hier een officieel gevest. Dat was een hele kleine groep toen. In 37 was het 60 jaar geleden, toen vierde hij zijn diamanten jubileum. En wat ook belangrijk is om te weten, dat alles wat ze deden, ook de zorg, later de zorg in heel, gebeurde met de meest eenvoudige primitieve middelen. Niet de duurapparatuur tegenwoordig, duur personeel. Wat heel veel gedaan met heel weinig geld eigenlijk. En in het begin, in de tijd van Savenberg, moest er zelfs echt nog gebedeld worden.
Ja, van niets kwam eigenlijk iets en heel veel. Ik kreeg ook allerlei verantwoordelijkheden. Net zoals Savenberg ook ooit les gaf op Latijn, werd daar ook van mijn broeder Aloysius gevraagd. Heel bijzonder eigenlijk, een broeder die niet veel geleerd heeft. Laat staan heel klassiek betalen, want die ja, al die verantwoordelijkheden krijgt. Uiteindelijk krijgt hij in 1891 dan de opdracht om zich te laten bijscholen door Sebastian Kneip in Würzhofen, hoe is hij daar? En het was eigenlijk in het begin omdat broeder Aloysius nogal erg populair was, veel mensen trokken. En monsieur Savenberg wou die toestroom van mensen een beetje afremmen en daar klacht laten mensen wegsturen. Maar hij deed daar zoveel goede dingen op. Hij was er zelfs zo overtuigend goed dat Sebastian Kneip hem eigenlijk als opvolger had bedacht. Maar toen werd hij alweer teruggeroepen aan hier naar leren. Bij Kneip leerde hij niet zozeer de kruidenkennis, eerder de banen van Kneip, de kuurbanen. Ik zal er zo nog iets over vertellen. De kruidenkennis, die had hij zelf in huis en die heeft hij naar vermoed ook van deel overgedragen nog aan Kneip. Terwijl Kneip er eigenlijk bekend mee is geworden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de kennis van Kneip, die zie je ook nog terug in de reclames. Er wordt nog van alles verkocht. Ik heb daar hier nog een afbeelding van. Die gaat van deel terug naar de Heerlijkse Broeder. En de Heerlijkse Broeder had het weer van zijn moeder uit Roombach. Dus balletje kan ballen. Dat is dan het Jozef Gasthuis, het appartementencomplex. Dat ligt hier achter. Daartussen lag dan de praktijk van de broeder. Die zien we zo meteen. Uiteindelijk heeft men de broeders en de zusters in een heel goed sanatorium willen onderbrengen. Dat was dan het moederhuis van de zusters, het later moederhuis. Onder de naam Sint-Josef Heilbron. In het begin had je eigenlijk de splitsing van behandeling van mannen. En dat was natuurlijk, die tijd werd dat natuurlijk gescheiden gedaan. Je had Mariabad hier in de Akenstraat, dat was voor vrouwen. Inrichting met samen. Waar is dat? Dat ligt, dat is, als ik me niet verkeerd is dat afgebroken, dat lag op het terrein van bij het sanatorium. Okay. Ja. Dit is een Akenstraat, dus speciaal voor de vrouwen. Rechts daarvan begint het. Het loopt door het gebouw. Aan de achterkant heb je het tegenwoordige appartementencomplex met dezelfde naam Mariabad. Dus Jozefbad, mannekegast, in het rustoord. En later werd het overgebracht naar Huizenberg, wat natuurlijk wat groter was. En tussen de berg en deze complexen, hier het generalaat, hebben de tuinen gelegen op diverse locaties. De kruidentuinen moesten. Ja, Kneip, het gaat even een citaat. Ik weet niet meer wat dat inhield. Dus dat is het boek van broeder Aloysius, daar zal ik straks nog even wat over vertellen. Het boek Troost naar Zinken. Ja, dat werd natuurlijk. Na zijn vader werd er ook op voeding gelet. En hier staat dan: Kneipkuur is aangewezen voor zenuwlijden, voor beeneter, bloedarmoede, jeugd, rheumatiek, zwaarlijvigheid, congesties naar het hoofd, bloedingen, storingen naar spijsvertering, huidziekten. In
tegenwoordig geen personen aangenomen die bewaakt worden of die aan epilepsie vallende ziekte lijden. Evenmin krankzinnigen lijden ze aan besmettelijke ziekte en tering. Typisch dat dus, dat hadden we zichzelf als epilepticus wel behandeld werd. Dat wil zeggen, nadat hij dus het boek van Kneip had gelezen, heeft hij waarde op zichzelf toegepast. En dat terwijl hij eigenlijk zelf nogal bang was voor water. Hij was zelfs zo bang voor water dat hij ook het boek van Kneip eerst niet wilde lezen. Maar ik wou ik denk dat wat beschreven wordt, is eigenlijk, dus de vraag is wie er voor een aanmerking kwam. En dat eigenlijk, ja, het klinkt ook tamelijk kostbaar. Ja. Tegenwoordig is dat ook. Ja, als je kijkt naar Château Sint-Gallen, daar heb je dat soort arrangementen met overnachting en diner en baden met pakkingen. Dat kost een paar honderd euro per dag. Maar het is in die tijd wel zo dat men ook begonnen was met het opvangen van armen en wezen. En ook mensen met ernstige ziekten. Dus er was heel veel goedwil. En eigenlijk de kosten waren naar verhouding laag, de personeelskosten. Er stond nog een congregatie achter. Uiteindelijk heeft men natuurlijk wel, maar er kwamen natuurlijk mensen op een gegeven moment uit het hele land, ook vermogende mensen. En die hebben in principe naar rato betaald. Dus mensen die konden betalen, die betaalden dus ook goed. En de mensen die echt geholpen moesten worden, daar hadden we natuurlijk ook oog voor. Zeker de Aloysius, die werden ook geholpen. Dus dat was mooi leerlijk. Ja, ja. Ja, dus in die tijd was het natuurlijk ook logisch dat men zich aan bepaalde regels moest houden. Kloosterregels, soberheid. Hij geeft het zelf ook een voorbeeld uit zijn eigen leven, broeder Aloysius. Een geheel jaar lang bestond ons middagmaal uit ingemaakte harpstelen met water, zout, ijs en meel. We hadden voor ons drie van één lepel, één vork, één mes. Ieder had een paardendeken van 3 mark, een laken, een strookkussen en een stroozak. 2 jaar lang mocht er niet gestookt worden. Ik had soms zo'n honger dat als ik op de hoeve Korensberg een boot als armoes ging halen, ik niet kon nalaten er onderweg wat van af te plukken. Maar dat is natuurlijk later toch allemaal, want er kwam inderdaad een toeloop en er kwamen inkomsten, dus het floreerde. Dat is een handgeschreven tekst van de moeder. Er zijn bij de broeders nog een aantal handschriften bewaard gebleven. Er is ook nog een kastboek met recepten, dat is nog nooit uitgegeven geweest. En ja, ze zijn eigenlijk wel wat waard, die boeken. Een paar jaar geleden kwam iemand bij langs die had 2 originele boeken handgeschreven van broeder Aloysius en die wou hij verkopen. Ik heb hem daarna helaas uit het oog verloren. Hij zei dat hij zelfs een antiquaire in Amsterdam had, die had er 20.000 euro voor geboden. Dat waren dus echt originele handgeschreven boeken van het latere boek Troost der Zieken. En weten de broeders dit? Hij heeft ook contact gehad met de broeders. Ik weet eigenlijk niet waar daar is uitgekomen. Nee. En laatst heeft me nog iemand gemaild, die had ook een hand geschreven, dus een supplement eigenlijk. En dan moet ik dan nog even kijken wat hij daarmee gaat doen. Dat is natuurlijk belangrijk om zoiets te behouden. Eventueel de niet uitgegeven teksten, die zijn natuurlijk ook interessant om een keer een boekvorm uit te geven. Of desnoods gedigitaliseerd. Dus we zullen best wel moeten lezen. Dit is een voorschrift ook van broeder Aloysius. Even kijken.
maar je moet zich wachten voor alle hartstochten, voor het ontwikkelingschap en mensmoedigheid. Je moet zich onthouden van alle prikkels en beschermde spijzen. Van zijn echte wonen, spijzen, van sterke haken, of van zijn. Eigenlijk best wel een, ja, ik zou zeggen, wat bemoeit je zich mee hè, met die ontucht en gramschap? Als je het vanuit de psychosomatiek bekijkt, dan heeft die eigenlijk zijn punt. Hè? Want bij opwinding stijgt adrenaline. En adrenaline doet de ader uitzetten. Dus dat is eigenlijk dus voor iemand die aangemeen heeft, belangrijk om daarop te letten. Zo zijn er toch heel veel zaken rond een wisselwerking die lichaam en geest heel belangrijk zijn. Nou, je had een succes, grote toeloop, uitbreiding. Ja, dat is dan nog dat stuk geschiedenis. Hij heeft zichzelf in ieder geval ook met de zenuwen die hij had goed geholpen. Elke keer als hij mensen moest toespreken, nam hij een koud bad om zo de zenuwen de baas te worden. Ja. Nou, op een gegeven moment gaat hij ook weg naar de grote knijp. Dat wordt ook een heel avontuurlijke tocht, want hij mist de trein. Hij stapt op de verkeerde trein, raakt een gedeelte van zijn geld kwijt, raakt de weg kwijt en komt met nog maar 2-3 mark over aan bij Knijp, die blijkbaar niet wist dat hij zou komen en dus een beetje negeert. Maar goed, hij gaat gewoon spuug door, hij gaat dan mensen helpen met de baden, maar ook met de kruiden. De kruidenkennis van hem die gaat natuurlijk terug op veel oude tradities. Hij heeft beslist niet al die recepten en beschrijvingen zelf bedacht. Waarschijnlijk wel wat combinaties uitgeprobeerd, maar het gaat terug naar zelfs de klassieke oudheid. Hippocrates is een bekende naam, eigenlijk ook van een eed die tegenwoordig nog wordt afgeleid door artsen, de Amsteed. Galenus, een Griek, die werkt met kruiden en ook al met baden, waarschijnlijk van alle tijden. Dan krijgen we de bekende Hildegard van Bingen, die heel veel heeft geschreven. Diverse boeken gepubliceerd over kruiden, stenen, de natuur eigenlijk en een aantal visioenen. Die boeken die werden natuurlijk ook later gebruikt door andere artsen, als je dat zo kan noemen in die tijd. Er staan ook nog wat kruiden uit die tijd en uit die streek beschreven. Hildegard is natuurlijk bekend geworden, er is een film van gemaakt, ze heeft cd's, of zij heeft die niet uitgebracht, die zijn later uitgebracht, maar ze heeft veel muziek geschreven, prachtige muziek. Je ziet eigenlijk dat het spel in de kruidenkennis, de geneeskunde, die lag vooral bij de kloosterlingen. Die hadden natuurlijk de kennis, de tijd en mogelijkheden, vaak kloostercomplexen waar verbouwd kon worden. Soms gebeurde het ook op kastelen, die hadden ook een eigen kruidentuin. En natuurlijk speelt een rol de kennis van het Latijn, want veel boeken waren het Latijn. Dan hebben we hier een bekend middeleeuws kruidenboek met hele mooie illustraties en beschrijvingen. Kruidenboek van Doelens. Een andere grote figuur in de middeleeuwen was Paracelsus, de Zwitsers, natuurgeneeskundige, alchemist. Dan geeft men hier als voorbeeld waar hij mee werkte, bijvoorbeeld als pijnstiller in die tijd, Laudanum. Latere eeuwen worden veel van de middelen nog altijd gebruikt. Ik heb nog een voorbeeld van een kruidenwijn, dat is dit. Als je hem afkijkt, gaat het snel verslakken. Het is niet zo herkenbaar, want er zitten geen mesjes
normaal zwarte mensen aan. Van de Atropa Belladonna. En die werd gebruikt als kabelsmiddel. Ook bij verdovingen. Meest bekend eigenlijk de oogarts om de pil groot te krijgen. Daar werd namelijk het spul atropine van gemaakt. En dit is een spruit van de plant, die heb ik hier uit Lucius Hof gehaald. Die staat er nog steeds. Die krijg je ook niet zomaar weg. Wat eigenlijk een beetje een schande is, want er is zelf een kinderspeelplaats of geweest. En ik heb er een keer een grote boom uitgehaald, maar die kwam later terug. Ik heb hem nog in de tuin staan. Maar die besjes zijn dus giftig. Vier besjes zijn voor een kind in principe dodelijk. En dat is eigenlijk dokter De Wever geweest. Die heeft toen gedacht, ik bouw ook zelf wat aan. Dan kan ik die later gebruiken. En die zijn altijd nog blijven staan. Die wortel is in de grond en schiet altijd opnieuw uit. Ja, dus de spannende natuurgeneeskunde is eigenlijk vanuit de middeleeuwen goed te maken. Die zich met name in landen als Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland een onverbroken traditie, een doorgave van de kennis van vroeger en het gebruiken het hier en nu, en zelfs door artsen. Krijgt tegenwoordig dan ook de discipline de fytotherapie, die in verschillende landen sterk ontwikkeld is. Nederland loopt soms iets achter op dat gebied. We hebben hier wel een aantal specialisten op het gebied van de orthomoleculaire geneeskunde. Dat is eigenlijk een academische discipline van de fytotherapie, waarbij men vooral veel en goed laboratoriumonderzoek doet en zich oriënteert ook op onderzoeken in het buitenland, Amerika, Canada, Australië. Dat is eigenlijk de biochemie die dus ook de werking van die kruiden vastlegt. Het is dus niet zo dat een kruid werkt omdat je erin gelooft. Er zitten inhoudstoffen in die een werking hebben los van onze wil. De moderne geneeskunde is eigenlijk op geënt. Men heeft stoffen geïsoleerd. Soms laboratoriumopstellen ook nagemaakt. Soms heeft dat voordelen van de makkelijke productie, hè, zodat veel mensen daarover kunnen beschikken. Soms heeft het nadelen omdat het een geïsoleerde stof is. En vaak is het zo dat de combinatie van stoffen een bepaalde extra werking heeft. En ook zitten er een soort veiligheidsmarges in. Kijk, je hebt bijvoorbeeld stoffen in de plant die bloedverdunnend werken, waardoor de begeleidende stoffen in dezelfde plant schiet die werking niet door, waardoor je dus niet de bloedingen hebt die je met, laten we zeggen, de oudere generatie medicijnen hebt. Want daar treden nog wel eens wat levensgevaarlijke bloedingen bij op. Er is ook onderzoek naar gedaan, professor Van der Greef van TNO. Die heeft een aantal Chinese kruiden onderzocht, met name op de samenstelling en op de combinatie van kruiden. Hij noemt die werking eigenlijk een synergetische werking, dat stoffen elkaar versterken of eventueel ook afremmen, zo nodig. Dan spreekt men bijvoorbeeld over een adaptief effect, adaptieve werking. Ik verkoop zelf een product dat heet Noni, dat is van een vrucht uit de Zuidzee. En die heeft dus een bloeddrukregulerende werking. Dat is tamelijk uniek, want die werkt dus bij een hoog bloeddruk. Bloeddruk verlagen, dan bij een lage bloeddruk, bloeddruk verhogend. En dat is bij veel medicijnen, die werken gewoon door tot het nulpunt. En in die zin zou je dus kunnen zeggen, de waarde van de natuurgeneeskunde, die is niet achterhaald door de moderne farmacie. Ik denk dat ze elkaar wel kunnen aanvullen, maar er is nog heel veel uit de natuur te halen en te leren. Er zitten dus in diverse planten in de natuur honderdduizenden stoffen, bekend en niet bekend. Er wordt helaas
10 jaar veel onderzoek gedaan. Ik noem dan net de noniplant, en het komt dus uit een andere cultuur. En het mooie is dat dus in die culturen, net zoals in onze cultuur ook, de werking gebaseerd is op ervaringskennis. Ja, dus dat je bijvoorbeeld een brandnetel gebruikt om de bloed te zuiveren, salie, bij keelpijn, bij pamunt, bij gebrek aan eetlust. Dat is gebaseerd op ervaring, maar ook ons onderbouwd door wetenschap. Andersom is het moeilijker als je wilt zeggen, we hebben bepaalde ziektes en bepaalde virus, zoals het voedselgriepvirus, wat heel moeilijk te bestrijden was. Ja, hoe ga je nou die honderdduizenden planten zoeken naar duizenden inhoudstoffen die dan effectief zijn? Dus dan moet je toch terug naar die ervaring. En hoe meer ervaring je verzamelt, ook van andere culturen, hoe verder je komt. Interessant is bijvoorbeeld het onderzoek van een Israëlisch onderzoekster naar de werking van de vlierbes, daar een extract van. Dat zou dus voor 95%, in 95% van de gevallen het vogelgriepvirus vernietigen. Die plant die staat inderdaad al lang bekend als virus een griepwerend. Dus dat is heel wat te halen nog uit de natuur. Ik geef wat voorbeelden van de recente tijd. Nou wordt het wat moeilijker, maar om aan te geven dat alles toch ook goed wetenschappelijk onderzocht is. Heel recent is er onomstotelijk vastgesteld dat bosbessen of blauwe bessen echt heel gezond zijn. En niet alleen vanwege de vitamine C, maar ook de flavonoïden en allerlei andere stoffen. Het zijn allemaal wat moeilijke namen, maar dat zijn dus de stoffen die te doen. Anthocyanen, wordt dan een variant van de myrtilline, dat dus pathogene bacteriën bestrijdt, ziekmakende bacteriën. En vaak heeft een bepaald kruid een enorme kracht die vaak niet met antibiotica bereikt kan. Natuurlijk is ook nog het nadeel van de resistentie, dat ook tegenwoordig een brede kring wordt gezien. Uiteindelijk werken de antibiotica niet meer op bepaalde bacteriën en dan heb je een groot probleem. Nou, je ziet het duizend van de ingewikkelde namen. Flavonoglycoside, anthocyaanglycoside. Dus dat betekent dat er nu al heel wat onderzoek is gedaan. En dat zijn de stoffen die dus ook van belang zijn. Dat is iets, als je het hebt over een gezond leefpatroon, dan hoort gezonde voeding bij. Tegenwoordig is er heel veel op de markt van voedingssupplementen. En dat geldt tegenwoordig ook altijd van het bezwaar van, heb je dat nodig als je goed eet? Als je goed eet, heb je bijna niets nodig als aanvulling. Maar het is net volgens onderzoek is het 3% van de mensen die dus goed eet. Het heeft niet alleen te maken met de variatie, maar ook met de producten zelf. Er zijn dus veel producten in kwaliteit achteruit gegaan. Door teling, door bemesting, genetische manipulatie. In de natuur zie je bijvoorbeeld allerlei vruchten voorkomen met een zure of een vange smaak. Die worden dan geteeld, een zoete. Appels haalt man eruit, die worden doorgeteeld. Uiteindelijk krijg je heel veel zoete vruchten in de supermarkt. Waardoor je iets te veel suikers krijgt dan de natuur eigenlijk wil. Ja. En bepaalde stoffen gaan verloren. Want op het moment dat jij groente en fruit hebt die bemest is en voorzien van pesticiden, stop je plant met het aanmaken van stoffen tegen die virussen en parasieten. En die stoffen die de plant eigenlijk van nature aanmaken om zich te verdedigen tegen ziektekiemen, tegen schimmels, die kregen wij vroeger met de plant binnen.